dat wij een prima pot hebben neergezet. Ik denk dat er twee punten zijn die wij kunnen en moeten verbeteren. Dat zijn de spelervattingen. Eén goal tegen en een grote kans tegen. En daar hebben we veel op getraind, dus dat mag niet gebeuren. Dus daar moeten we goed naar kijken en moeten we gewoon scherper in zijn. Ook sneller neerzetten en minder met de scheids bezig zijn die een ontzettende fout maakt. Maar daar heb je mee te maken. En ik denk dat we verzuimd hebben om hier een grotere uitslag neer te zetten. Ik denk dat wij duidelijk de betere ploeg waren. Zij missen natuurlijk ook een aantal spelers, maar ja, wij ook. Dus wat dat betreft zijn we allebei nog niet helemaal compleet. En hebben we laten zien dat we in ieder geval de laatste weken vooruit gaan boeken. Alleen het kan hier en daar beter en vooral die twee punten die ik net zei eigenlijk. De eerste helft hebben we van de zijkant gezien en die vond ik echt heel goed, man. Ik vond het echt wel een goed speel. Ik was echt wel zelf ook al in de indruk. Ik zag van zo veel kansen creëren, veel aan de bal. En ook gewoon naar achter duwen en dan... de tweede helft kom je met wat wisselingen, komen er wat jongere jongens bij. Ik zelf ook erbij die niet helemaal nog fit is. Dan merk je wel dat je iets meer onrust erin krijgt, dat het iets meer heen en weer wordt. Maar over het algemeen, wat je zegt, denk ik, prima wedstrijd. Ja, was top. Dit is waar je het voor doet, voor wedstrijden spelen. En het was wel, ik zou maar netjes zeggen, het was wel heel balen zeg maar, dat het precies dat ik nu besmet raakte. Of raakte. Maar gisteren negatief getest en mocht van de trainer er gelijk weer bij, dus dat is altijd leuk. Ja, je wil natuurlijk helemaal geen moment hebben dat je corona hebt. En, eigenlijk is elk moment rot, maar als je tactisch helemaal gaat nadenken, dan is dit misschien wel het beste moment om het voor nu te krijgen. Zeg maar. Dus misschien mag ik achteraf niet klagen. Kijk, nu gaat het nog niet om de drie punten, maar je weet, elke wedstrijd wil je winnen. En dat geeft gewoon een heel ander gevoel of je wedstrijd wint of verliest. Dat weten we allemaal in de voetbal en in überhaupt in de topsport. Dus ik denk dat dat wel iets beter gevoel gaf richting die kleedkamer. En dan, het was ook verdiend. Ik denk dat wij, wat jij zei, heer en meester waren. En eigenlijk 2-0, 3-0 was ook niet gek geweest als die uitslag op het scorebord stond na 45 minuten. Maar nee, hartstikke leuk dat we lekker op ons eigen veld in het stadion met mensen die komen kijken dat het zo lang geleden is. De laatste keer was denk ik Cambuur volgens mij uit mijn hoofd. Jong Ajax, sorry. Dat is in ieder geval een tijd geleden. Zo lang geleden dat ik het niet meer weet. Maar dat is fantastisch dat we dat weer zondag kunnen meemaken. En het gaat nog niet om de punten, maar ook die pot willen we winnen. En we willen laten zien hoe ver we zijn en dat we een goed gevoel hebben om die week erna te knallen op 9 augustus. Ja, tuurlijk. Ja. Ik heb hartstikke veel zin. Ik ben benieuwd hoeveel minuten ik krijg. En, ik hoop ze te van maken en dat we kunnen winnen. Dus dat is mijn doel. Top, dankjewel.